Hey, Speedy is terug. Speedy. Lekker, man. Jezus, zat je even lekker onder water, joh. Gaat alles goed, jongen? Ja, gaat alles goed. Nice, man. Kijk eens hier, man. De beest is knetterziek in Ark Genesis, mensen. We hebben in de vorige aflevering hebben wij dus een extra basis gebouwd in de Arctic, boven in een berg. Dat is een beetje mijn backup base. Waarom zie ik daar iets roods, trouwens? Oké, dan kijk ik zo even. Maar ik ga even verder met mijn intro. Jezus, ik wil net lekker op Speedy aan het vliegen, zie ik meteen iets roods. Hoe lang staat dit er al? Tribe of Craftmaster? Oh ja, tuurlijk, ja. Oh, altijd de Craftmaster. Maar ja, mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Ark video. En in deze video wou ik dus eigenlijk een beetje mijn shit weer versterken allemaal. We moeten een beetje gaan breeden, craften. Misschien ook een beetje temmen, van alles missies doen. We kunnen nog zoveel doen. We kunnen nog zoveel doen in deze Arkenwereld. En ik vind het leuk. En ik vind het chill dat jullie het avontuur samen met mij en met ons beleven. Dus dat is heel nice. Hebben jullie al alle linkjes geklikt? Even kijken wat er staat allemaal. De Craftmaster is zo te zien weer een bordje achtergelaten hier. Dus dat is something. En een dikke toren. Ik weet niet waarom die dikke toren is. Maar Craftmaster, ik ben niet meer bang voor jou, G. Rudy is ontvoerd. Moehahaha. Rudy is ontvoerd? Hadden jullie maar van de element base af moeten blijven? Ik kan jou ook halen, X-Craftmaster. Rudy is ontvoerd? Waar? Waar is Rudy dan? Nee, hij zat er niet in die gevangenis zitten, toch? Die prison? Nee, die heb ik kapot gemaakt. Daar kan hij sowieso niet in zitten. Ik kom jou ook halen. Ik kom jou ook halen. Nou, kom maar halen, Craftmaster. Ik denk dat ik eerder jou kom halen. Rudy is ontvoerd. What the fuck? Ik ga ervoor zorgen dat we Rudy kunnen bevrijden op een of andere manier. Heb ik explosieven bij? Ik heb alleen een tech rifle. Je hebt gewoon een tech turret voor het dreigement. Hoezo kun jij wel tech turrets? En ik niet. Oké, dit is nog steeds kapot. Je kan dus niet met een tech rifle op turret schieten for some reason. Ik weet niet waarom dat zo is, maar oké, dat duurt me te lang. Nou ja, de Craftmaster is dus back in the game. Maar op zich ben ik zelf heel goed verdedigd voor de Craftmaster. Ik weet alleen nog niet of hij nog iets met mijn aberration baas heeft gedaan. Ik hoop het niet. Aan de andere kant boeit hem ook niet superveel, want ik heb niet heel veel te verliezen in aberration. Aangezien ik dit nou ook hier heb, zo weet je wel. Ja, en Rudy is dus wel ontvoerd en dat is wel een probleempje. Want die moeten we wel even bevrijden. En ik weet niet of ik dat zelf kan, zeg maar. Want ik heb de base van de Craftmaster gezien. En dat is geen kinderspel. Dus hopelijk kan ik er wel even hulp bij fixen. Maar ja, nou, leuk dat je weer even langskwam, Craftmaster. Ik, nou, ga dan maar gewoon even heel sterk worden. Ja, kijk al die pterodons ook hier. Jezus. Ik ben nog vergeten die eitjes uit te laten komen in de vorige aflevering. En dan moet ik even hier gewoon één hele goede uitfixen. We hebben al zoveel pteranons trouwens. En die, ja weet je, ik laat deze gewoon allemaal weer helemaal, imprinten. En dan zijn deze in principe ook gewoon sterk, even levelen en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik denk niet dat ik verder ga met mutations op deze pteranons. Ik vind ze eigenlijk wel gewoon goed genoeg. Dus we moeten even kijken naar andere dino's die we eventueel weer even de breeding op voor kunnen zetten. Misschien rexen. Misschien, ja, wil ik rexen? Eigenlijk moet ik rexen wel goed maken, maar ik heb gewoon geen zin om rexen te gaan breeden. Ik heb er echt geen zin in. Maar een space wil daarentegen. Ik zou best nog wel een dikke space wil willen hebben, hoor. Alleen moet ik even kijken op die tem, want die moet ik denk ik een soort van kunnen trappen. Maar dat is lastig en ik heb geen skiff. En als ik een skiff heb, dan is het wel super makkelijk. En blotstalkers, die heb ik ook niet meer. Ik weet ook niet meer hoe je een goed blotstalker temt. Ja, deze stad zijn ook allemaal bizar slecht, dus daar heb ik niks aan. Misschien dat ik die binnenkort wel weer even ga temmen, zo'n blotstalkertje. Altijd lekker. Maar voor nu even iets anders. Ja, dat is een ding, hè. Ik moet dus ook nog echt mijn hele onderwaterleven moet ik gaan fixen. Voor de waterdingen. Voor de waterbiome. Tuzo. Oeh, een weinig Tuzo's. Een X-Uti. Oeh, die moet ik ook nog hebben. Oh my god. 16 in HP, maar. Hebben we er niet eentje met iets meer in HP? 23 in HP. In principe heeft ook alleen maar HP nodig. Hier, deze. 23 in HP. Pakken we die. 8038 in de Arctic Biome. 8038. En die is heel ziek. Want daarmee kan ik dus mijn dino's buffen als ik aan het soken ben bijvoorbeeld. En ik heb nog geen Uti. Ik moet ook nog neushoorns hebben en alles. Dus er zijn wel een paar dino's die ik nog wil temmen heel graag. Instant hit, dan kan ik hem op drank zetten. 80, 28 was het toch? Oh mijn god, dit is zo naar, hè. Dit is echt heel kut. Ik ben gewoon alweer vergeten wat die dingen waren. Oh nee. Ja, ik ga gewoon naar 80, 28 wachten. Neem wel even kibbel mee. Die. Ik weet niet welke kibbel ik nodig heb, hoor. 80, 28. Ga nog even één keer kijken. En ik zou eventueel ook een lava golem. Alleen ik zag net dat er alleen maar slechte waren.
Maar die wil ik nog wel graag hebben. Ah, kijk, hier zie je 8038 is het. Niet 28, 38. 8038. Fucking scuffed ook, ouwe, eerlijk. Echt niet normaal. Mijn brein af en toe. Nou, 8038. Kijk, dan kan ik mooi naar deze plek tapen in de Arctic. Zit meteen op 80 lijn. Oh, die zit bijna op de locatie zelf, joh. Holy shit. Shit, ik ben speedy vergeten. Nou goed. 8038, dat is echt die kant op. Oké. Goed. Oh, echt onder mij zit hij al. Wacht, 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 wacht. We gaan ook meteen in een donker werk hier zo. Hoor ik allemaal, joh. Oh, dit is een lawine. Holy shit. Equus. Het zijn allemaal wolven hier. Deodons. 8038. Ja, moet hij ergens zitten. Heel close. Moet nog iets verder omlaag. Nou ja, ik zie hem niet hoor. Ik had er niet zeggen dat hij nou net gekild is of zo door een direwolf, noem maar op. Ja, je weet maar nooit hier. Mammoet 116, ja, daar lijkt er net niks aan. Direwolf, oh, ik dacht dat hier ligt een tasje van een Yuti. Wat kut. Nee, maar dit is, zijn al niet de goede locaties. Of zit hier nog een grot toevallig? Nee, dat is geen cave. Heb je een level 20 Yuti? Nou, dat hoef ik al niet. En dat is het ding altijd. Ik kies mijn dino's heel zorgvuldig uit in mijn dino-scanner, zeg maar. Ik heb gewoon de privilege dat ik het kan gebruiken. Maar heel vaak, als ik naar die coördinaten toe ga, is de dino er gewoon niet. Dat is wel best wel vervelend af en toe. En ik kijk, en ik kijk, en ik kan niks vinden. Ja, hij zou hier echt moeten zijn. Ja, hij is er niet. Verdorie, man! Moet ik nou echt weer terug naar mijn scanner om een nieuwe te zoeken? Ik moet terug naar mijn scanner om een nieuwe te zoeken, hè. Level 68 UT, daar heb je nog eentje van level 16. Ja, dan gaan we gewoon niet worden. Dat is echt te slecht gewoon. Een Vierok. Oh, oh mijn god. Ja, dat kunnen we ook nog doen. Dat is leuk. Een Vierok stemmen. Of zou ik hem nog even bewaren? Een Vierok, een zieke Vierok. Dat is natuurlijk een ding van Genesis 1, ja. Waarom was ik daar helemaal vergeten? Ik heb al een keer eerder over nagedacht, maar... Oh man, een Vierok, dat is wel echt grappig. Ik heb ook een shitload in element, dus ik kan gewoon continu blijven transformeren en iedereen hoeken. Ja, dat vind ik echt wel leuk. Ja, virus, hoe tem ik die ook alweer? Equipped element to tame. Wacht, dan moet ik deze natuurlijk hierop zetten. Oké, okay, use element. Dan wordt het een big boy volgens mij en dan moet je iets doen, maar ik weet even niet meer wat. Maar ik wil sowieso even zoeken voor een max level Virox dan natuurlijk. Oh, wel heel grappig. Virox is wel echt leuk, ja. Ik ben allemaal gewoon een beetje rond aan het kijken, want ik moet die ice tribe, die moet ik ook nog zien te vinden. Ik heb geen idee waar die is. Ja, en de ice biome natuurlijk, maar voor de rest, ja. Oké, ik ga even naar Ocean East. En dan gaan we vanuit hier weer even lekker naar de basis toe. Om vervolgens weer op de scanner te kijken. We hebben nou gewoon overal teleport staan, behalve in de borg. In de borg is hij weer kapot gemaakt, helaas. Nee, wat doe maar een pterodons hier, man. Hier, 80, 37. Ik sta er gewoon nog, maar waar dan? 86, 36. 6 punten in HP. Wat een noob, gek. Hier deze ook nog 83, 46. 83, 46 zou nog kunnen. En gewoon die 80, 37. 83, 46 en 80, 37. Nou ja, dan gaan we nog maar een keertje kijken. Speedy, nou ga je wel mee. Oké, let's get it, man. We gaan even zoeken. 86, 46 ongeveer. Dus in principe in deze area zitten genoeg Yutis die ik gewoon zomaar kan temmen even. Ja, ik was nog niet voor de Viroxen gekeken, maar goed. Niet handig weer, maar goed. Kijk straks nog wel even. Een Yuti. Dat is verder omlaag. Nou, we hebben deze locatie weer. Even helemaal naar 37. Eigenlijk zou die hier moeten zitten. Dat is raar, man. Hij zit ergens in de berg hier, 100%. Die Yuti die ik zoek. Oh mijn god, ik zie hier iets in de berg. Ah, dat is een direwolf. Nee. Ik dacht al, imagine als dat hem is, jongen. Imagine. Helaas. Ah, dat is ook zo moeilijk donker hier, jongen. Het gamma zien jullie ook niks. Midden in die sneeuwstorm natuurlijk. Okay, level 80 Yuti. Ja, die zoek ik ook niet. 68, ai ai ai. 36, ai. Eerlijk, hier. Deze is er ook niet, man. Niet misschien. 80, nee. Hè? Ja, ik ben echt verward, ouwe. Waar zijn al die Yuti's heen die ik zoek? Nou, onderwerp van de dag. Waar is de Yuti? Spot de Yuti. Ze zijn ook gewoon chill om te hebben voor base defense. Want ik kan zeg maar dino's bang maken met mijn Yuti dan. Level 12. Gadverdamme, man. Nou, die kangaroos die hebben we al getemd. Die kangaroos zijn ook handig voor dingen. 112 Yuti. Nou, ik ga hem gewoon temmen ook. Fuck it. Dat is niet de Yuti die ik zoek, maar I don't give a shit. Passive, blijf staan. Dan gaan we lekker met mijn traingun. Ik heb de extraordinary kibble bij... Ja, heb ik. Nice. 2 kibble heeft hij nodig. Beam. 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 Waar is hij nou heen? Oké, dat gaat goed. Dat gaat goed. Hij doet niks.
Huh? Wat een epische theme is dit. Hij heeft er geen zin in. Hij rent gewoon weg, man. Gek. Nou, blijf maar lekker daar zitten dan, Juti. Oh, Gucci. Oh, Gucci. 4.8k base AP heeft het ding. Oké. Okay. Ja, dit is echt zo getemd, hoor. Kan je me even snel pijlen erin schieten, joh? Oh, misschien kan je het ook beter shock darts gebruiken. Ik weet niet of dat meer of minder torpel doet. Ik zie wel dat mijn Pterodon wordt aangevallen. Moet ik even meer uitkijken. Ga weg, Saber dood. Waar is de Juti? De Juti is gone. Da. Is dit hem? Dit is hem. Hij weet ook niet meer waar het zoeken moet, gek. Kom op, ga neer. Miem. Oh nee, we gaan om Saber toets hier. Iedereen slapen. Slaap. Deze 120, deze Saber toet. Wel slechte stats. Mijn 120 Saber, ja, wil ik die hebben? Nou is hij weer weg. Ik weet niet welke kant hij op is gerend. Ik ben natuurlijk aangevallen door alles. Ah nee! Scheiße! dit is naar. Ja, daar heb je nog een andere Juti, maar... Oké, jij moet even weg. Met een Deadon. Oké, die slaapt. Of ligt hier al te maffen, die Juti, of wat? Oh, hij ligt al te maffen hier, joh. Wat een gek. Huh, had ik dat gedaan? Ja, ik heb hem niet door, man. Nou, chill. Nou, twee kibbeltjes erin en dan hebben we een Juti getemd, mensen. Tak en tak. Maar, dan wil ik eigenlijk nog een female Juti erbij hebben. Zodat ik ze gewoon een beetje door kan breeden. Dan hoef ik ze ook niet meer te temmen. Ja. Gaan we dat doen? Dat gaan we wel even doen, denk ik. Wild male Juti. Back. Nee, niet trekken al. Een trek al. Die moet ik hebben. Oké. Dan gaan we denk ik maar gewoon meteen even die female even snel zoeken. Voor de breeds. Nee, dat zijn niet de beste Jutis, maar fuck it ook. In principe maakt de stad van de Juti niet heel veel uit. Het gaat alleen om de buff. Ik denk, ik weet niet, zal je uiteindelijk stamina levelen zodat je meer kan buffen? Of level je wel gewoon HP en melee damage en zo? Ik ben geen Juti expert, helaas. Dan zouden hier nog een boel females moeten zitten van hoog level ook. En vooral die dingen die ik al had gezien op de scanner. Die er gewoon niet zijn, die dino's. 120 Terizino! Ja. Fuck, ook nog prima stats. Soort van. Het is te doen. Nee, het is. Nee, dit is echt slecht. 14 in melee damage. Laat maar zitten. Je bent echt heel trash, man. Nee, gaan we niet doen. En die Teresines, ja, ze zijn nice. Maar ik heb ze in principe niet per se nodig. Ja, het is handig voor hout. Maar ja, ik heb zat. Ik heb echt zat. En Juti, die heb ik op daadwerkelijk nodig voor raids, weet je wel. En voor de defense. Want shit gaat real worden in deze arc-wereld. De spanning ligt hoog tussen tribes en tussen Craftmaster en ons. Dus ja, je moet gewoon voorbereid zijn voor die dingen. En extra hout met een Terizino, ja. Dat is ook niet zoveel. Nee. Nog een 120 Terizino. Ja, dat is ook slecht. Die is nog slechtere stad zelfs. Een level 16 Juti. Godverdomme. 68 mil. Ja, dat zijn de Jutis die ik allemaal heb gezien hier. We moeten wel even landen zo. Level 48 mil. Oei. Maar ja. Ik gebruik nog steeds maar onder het nom van het zoeken van de Ice Tribe. We moeten dit toch nog even vinden. Maar ja, dat is ook allemaal saus. Die andere Juti is inmiddels al bijna getemd. Die hoeft nog maar één hapje te nemen. 112 mail. Ja, die hebben we ook niet nodig. Als een female zou zijn, was het perfect geweest. Dit ga ik gewoon niet meer naar de stads kijken. Moet gewoon een female zijn, high level. En dan vind ik het al goed. Een 72 female. Dus ook daar gewoon voor gaan. Het interesseert me eigenlijk net niks, dus... ik denk dat ik gewoon voor die 72 female ga. Ja, laat maar, die gaat dood. Laat maar. Ja, ouwe, ik zie toch ook helemaal niks in die sneeuwstorm. Wat is dit, man? 12. Jezus. 108 mail hier. 24 AP, dat is not bad. Zou ik die gewoon temmen? Ik had twee mails. Ja, fuck. Oké, ik ga deze wel gewoon even erbij temmen. Je hebt ook zo'n mutation of zo. En dan kun je volgens mij geslacht veranderen van je dino. Dus daar ben ik ook op benieuwd naar. Misschien kan ik dat eens gebruiken om deze mail misschien een female te maken. Waar is hij nou heen? Nee, dit is de 12. Oh, hier is de 108 mail. Hoppa, lekker. Slapen gek. Oké, komt hij aan. Beam. 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 Hack the system gek. Slapen, Juti. Moet nog even leuke namen bedenken voor deze twee Jutis. Misschien Jacqueline. Ja, hebben we al een Jacqueline gehad? Ah, nee, er zijn twee mails, hè. hebben we al een John? Volgens mij hebben we al een John, of niet? Johnny. Johnny moeten we ook nog hebben. En Jan Diederik. Jan Diederik. Carol, waar is nou dat ding heen? Ja, dat is zo irritant, man. Genesis, fix hem up. Het is donker. Alleen maar donker. Het sneeuwt alleen maar. Volle bak. Ik vind het ook helemaal niet leuk om in de Arctic te zijn.
Oh, oh hier. Ja, ja, nice. Hoppa, slap, hop, hop. Nice. Oké, nou hebben we 2 UT's, alleen 2 mails. Ja, weet je, in 2022 kunnen 2 mails ook gewoon. Dus, yeah. Link. Alleen een ark kunnen 2 mails geen baby's krijgen. Dat is wel weer jammer. Nou, eet je kibbel. Ik ga even mijn andere unit ophalen. Kut, dan ben ik zeker ook een Pteranon kwijt. In deze sneeuwstorm. Speedy. Oh, ja, ik zie damage. Nice. Chill. Speedy is al bijna neer, man. Gek. Maar er zijn ook heel veel direwolves. Blijf van mijn vogel af. Speedy. Auw. Lomme knetter. Oh, dat is wel echt heel kut. Oké, okay, ga neer, ga neer. Als iedereen even wegwezen gaat. Oh, nee, ik heb echt niet meer veel levens op mijn duif, man. Neer, neer. En gaan. Speedy. Ja. Lekker, man. Hoppa. Nice. Deze is level 167 geworden. Die andere zal ook wel zoiets worden. Iets lager. Dus gewoon prima. 2 UT's. Kijken wat de stats hebben gedaan. 87 of 83 levels erbij. Dus dat is ook gewoon nice. En dan zijn we hier bij de team. Kijk eens aan, man. 26 in AP, 28 in stamina en 19 in melee damage. Dat is niet per se een goede UT. Maar dat maakt niet uit. We nemen wel met. We gaan even naar de team trekken. Dan moeten we die UT hebben. En die heeft nog niks gedaan. Misschien dat we nog een female vinden onderweg in de tussentijd. Allemaal, allemaal welkom natuurlijk. Ik vlieg weer in een niks. Dit is ook echt zo'n leuke video voor jullie om te kijken. Dus, wat hebben jullie vandaag gedaan? Zet het in de comments neer. Heb je misschien iets leuks gedaan? Een biertje gedronken met vrienden zo. Misschien heb je wel de liefde van je leven ontmoet vandaag. Wie gaat het zeggen? Ik ben er wel benieuwd naar. Ja, zo kan ik toch ook geen enkele dino vinden, man. Ik ben blij als ik hier dadelijk weg ben. Eerlijk. Ik ga hier maar gewoon lekker staan. Ik ga een emote doen totdat ik dit ding getemd heb. Woebeli boebeli. Ah, cute. Happy clap. Yeah. Yeah. Leuk. Arkwek. Summer bash. Bicep smooch. Oh wow, ik heb wel echt. Ik heb wel echt tandenstokerarmpjes. Jezus. Dat is wel echt heel treurig. Yeah. Sick. Ben ik. Yeah. Dance. Oh, we kunnen gewoon dansen, joh. Sick. Spooky, scary skeleton. And driving to musky. And, sick. Uit. Evil. Nee, Dr. Evil. Who behave, baby. Nice. Welke hebben we nog meer? Snowball, ja, die ken ik natuurlijk wel al. Turkey Trail, Belly Rub. Oh, morgen, lekker. Oh, de kalkoen bij Thanksgiving. Morgen. En dat waren al mijn emotes volgens mij, hè. Pop, 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 pop. Nice. Nou, is ze al getemd? Nee, nog niet. Helaas. Wat ik me wel afvraag, is of ik Viroxus kan breeden. Want misschien kan ik wel gewoon een zieke Uber Virox creëren met... Nee, 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 nee. Ah, niet meer. Oh my god. Are you fucking shitting me, mate? Nee, 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 nee. Not like this, not like this, not like this. Ah, ja, 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 ja. Speedy, nee, Speedy. Oh, oh, dat ging mijn taming percentage. Uit de niets. Doordat er een sneeuwstorm is, zie ik dat niet. Oh ja, nu is hij getemd. Ja, tuurlijk. Hij moest even gewoon een paar hapjes eerst krijgen voordat hij getemd werd. En dan, oh, dit is geen 100% tame. Dit is geen 100% tame, ouwe. Oei, oei, oei. Wel 30 in HP en 30 in stamina. Oh, deze is beter dan de andere, jullie. Ja, dat vind ik wel heel grappig eigenlijk. Nou, geen de stress. We gaan terug naar de base. Brahma, mijn schatje. Helena, douche. We gaan even snel uit deze sneeuwstorm, man. Dat is goed geweest. Ocean East. Nou, dat was een leuk avontuur. Hebben jullie ook genoten? Zo, dit is wel echt een knetterdroge video, man. Holy shit. Nou, ik gooi mijn UT's even uit. Ik zet ze wel even hiervoor neer. Ja. Nice, dat is UT nummer 1. Dan moet ik even 5 minuten wachten op mijn cryo. Ik doe wel vast even mijn saddles craften. Ik denk niet dat ik een blueprint heb, eerlijk gezegd. UT saddle. Ik kan voor de zekerheid even mijn saddle kluis kijken. Ik denk niet dat ik er iets in heb liggen voor een UT. Nee. Nee, nee. Maar wel een goede Tila en een goede Woolly Rhino. Dat is wel nice. Oké. Okay. UT Rennes saddle. Die craft ik denk gewoon in de smid of zo, hè? Of in dat ding. UT. Ik wil er 2. 2 UT. Beam. Maar die kost parels ook. Holy shit. Oké. Okay. 2 UT saddles. Dan wil ik even snel bij mijn tech engrams kijken. Want er zijn dus een paar tech dingen.
die ik nog niet echt heb gebruikt. En dit zijn de standaard tag dingen. Ik moet even de S plus tag dingen hebben. En die staan gewoon bij de levels, volgens mij. een tag hoeverseel. Nou, leuk. Heb ik niks aan. I. Propagator. Die wil ik ook even een keer proberen. Breeds dinos from cryopods and produce eggs that display the stats, colors, including with which parent it was inherited from and any mutations. Dus ik kan dinos breeden via een cryopod. Dus ik ga even kijken hoe dat precies werkt. Propagator. Oké, okay, knetterduur item wel, maar dat maakt niet uit. Oh, dat is klein, huh? Moet ik dit dan bij mijn cryopods neerzetten? Okay, ik dacht echt dat het 10 keer zo groot zou zijn. Heerlijk. Oké, okay, ik zet het hier wel even bij, ja. Zo. Access inventory. Wat moet ik doen? Ik moet er element in doen in ieder geval. Ja, dan valt dat te fixen. Dan doe ik er element in. Tak, tak. Prepare dinos for breeding. Cryopods will not lose charge. Must contain adults and genders and cannot change within the mating cooldown. Oké, okay, dus ik moet 2 cryopods hebben met 2 volwassen dino's. 1 mannetje en 1 vrouwtje. Oké, okay, weet je wat? Ik gebruik deze 2 wel even. Fuck it. De 2 rexen. Hopelijk werkt het. En ik hoop ook dat die mutaties erbij krijgen op de goede stats. Deze bijvoorbeeld 40 in melee damage al. Dat is wel netjes. Prepare dinos for breeding. Start breeding. Oh, wauw. Mutation pulse. Oh, huh? Ik kan 2 mutation pulses doen. Huh? Oh, ik kan hem nou ook een female maken? Can breed. Start breeding. Oké. Okay. Oh, nee hoor. Mating. Oké. Okay. Maar zo kan ik denk ik ook meerdere dino's tegelijk breeden, of niet? Wacht, dit is vaag, man. Dit is heel raar. Holy shit. Nou, ik ben benieuwd wat eruit gekomen. En vooral ook hoe lang dit duurt. Die covering. Oh, hier staat het ook. 14 uur? Nonde knetter. Ja. Ja, het is goed. 14 uur, gek. Daar ga ik nou niet op wachten. Ja, ik ben verder wel benieuwd wat er allemaal uitgekomen. Ik vind het wel grappig. Ik ken het nog niet. Nou, dan hebben we hier de 2 Uties staan. Heel ziek. Saddeltje erop. En saddeltje erop. Dan zetten we ook meteen even een hitch post hier neer. Dan hebben we dit in principe ook gewoon mooi gefixt. Oké, okay, de Uties. De duiven, er zijn ook alweer volgegroeid volgens mij. Hier heb ik beneden nog een paar duiven random staan volgens mij. Oh nee, ze zijn adolescent. Ze zijn in ieder geval gegroeid. Oké. Okay. Nou, jullie moeten natuurlijk wel even een leuke naam nog hebben. Change name, ik noem jou. Dat was Jan, Pieter, Diederik. Oké. Okay. En dan verwelkomen wij ook Klaas. Oh, Klaas. Willem, Jan. In de familie. Hallo Klaas, Willem, Jan. Ik vind dat zo'n... Oké, voel je niet offended hoor, als je een van zo'n namen hebt. Maar, hoezo? Hoezo? Hoezo zo'n naam? Hoezo denk je als ouder zijnde van... Laat ik nou maar gewoon 4 namen aan elkaar plakken om 1 naam te maken. Jan, Klaas, Pieter, Jan. I mean, ja, weet je... Ik vind het zelf gewoon een beetje vaag. Ik kan niks beters maken. En don't feel offended als je het wel zo hebt. Maar ja, dat is mijn mening. Ligt dan denk ik meer bij je ouders. Hoezo je zoiets bedenkt, hè? Tering. Nou ja, goed. Leuk. Even een kleine roast aan het eind van de aflevering. Mensen, ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. We hebben op zich kleine progressie gemaakt. Ik ben heel benieuwd wat die propagator doet. En we hebben die 2 Uties. Maar ik moet eigenlijk nog een female erbij hebben. Misschien kan ik dus even nog een gender change doen. Ja. En de Craftmaster, man. De Craftmaster heeft dus dat bordje achtergelaten. Wat weer de pressure een beetje omhoog haalt in deze wereld. Ik ben benieuwd. Moet Rudy weer gaan bevrijden? Ik weet alleen niet wanneer. Ah. Dank je kijken.